Beste mensen, leuk dat jullie aangehaakt zijn voor de workshop Klinisch Redeneren. En wat zouden we het leuk hebben gevonden dat jullie allemaal in Enschede in ons mooie pand waren. Maar goed, we roeien met de riemen die we hebben. Dus we gaan van start. Ik geef het woord aan Nicole. Ja, dankjewel. We gaan ons eerst voorstellen. Welkom allemaal. Ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan het vandaag hebben over klinisch redeneren. Ik stel in ieder geval mezelf even voor. Mijn naam is Nicole Keizer. Ik werk als adviseur al 6 jaar bij e-care. Ik heb zelf een zorginhoudelijke achtergrond. Ik heb ruim 17 jaar lang op de werkvloeren zelf gestaan en daarna de overstap gemaakt naar software. Maar het hart gaat nog altijd sneller kloppen van dit soort webinars geven en het gewoon hebben over de inhoud. Hartstikke leuk. Dus ik vind het heel leuk dat ik vandaag samen met jullie allemaal de ochtend mag doorbrengen. Margot? Ja, ik ben Margot Berends. Ik heb ook een zorgachtergrond, verpleegkundige. Aanverpleegkundige, ook jarenlang wijkverpleegkundige geweest. We zijn natuurlijk bij e-care, Nicole en ik zijn beide adviseurs, maar dat doen we vooral ook wel op zorginhoudelijk vlak. Dus vandaar ook dat wij deze webinar geven, klinisch redeneren. Ja, en we beseffen ons wel heel goed dat we van 9:30 tot 12, waar je misschien normaal een heel trimester op school over doet, niet het heel uitputtend kunnen behandelen, maar hopelijk wel een aantal dingen kunnen aantippen die jullie misschien ook wel weer voorzien van nieuwe of opgefriste kennis. Ja, ik ga mijn scherm even delen en dan gaan we de presentatie opstarten. En Bart, even een vraag aan jou. Als ik mijn scherm deel, kan ik daar nog wel steeds mensen toegang geven? Want er komen nog steeds mensen binnen. Ja, ik denk dat dat kan. Ik kijk zo met jou mee. Ja, oké. Nou, ik ga even mijn presentatie opstarten. Momentje. Bart, kijk eens even met me mee. Waar heb ik hem? De presentatie. Vrouw en techniek. Is die? Mm-hmm. En dan die. Ja. Oké, als het goed is, gaan we even naar het begin. Dan verklap ik al wat dingen. Ik zie hem nog niet. Nee, oké. Dus dan gaan we even stop share. Ik ga eerst nog weer mensen toevoegen. Hè? Ja, stop delen. Gaan we het nog een keer proberen. Dan kan je snel hierop klikken. Dan op de andere internet. Hè? En dan die wegklikken. Ja. En dan nog een keer je scherm delen. En nu? Ja, daar komt ie. Mooi. Ga ik hem even groot zetten. Prima. En als er nog mensen binnenkomen, Bart, dan kun jij dat doen. Hoop ik. Nou, even voorstellen. Dat hebben we al gedaan. Ja, Mira zegt ook nog tussendoor, ik hoor niets. Ik hoor alleen een zoemend geluid, zegt Roxanne. Voor deze mensen wordt het even lastig, want zij horen ons natuurlijk ook niet. Bart, zou jij misschien even wat in de chat willen zetten voor deze mensen die nog niks horen? Oké, goed. Dan wil ik eigenlijk even starten om jullie mee te nemen in het programma voor vanmorgen. We staan hier in het mooie Enschede. We zijn vandaag aan het uitzenden vanuit onze werkplek eigenlijk, waar het dodelijk stil is. Er is helemaal niemand, behalve wij en Bart. We gaan vandaag eigenlijk beginnen. Natuurlijk met een stukje theorie over het klinisch redeneren. Daar hebben we het ongeveer 3 kwartier over. Dan hebben we om 9:30 even koffiepauze. En tijdens die koffiepauze pak echt lekker even een kop koffie. Maar tijdens die koffiepauze wordt jullie ook een mail gestuurd. Dus hou even goed je mailbox in de gaten. Want daar komt namelijk een casus binnen. En we zouden het heel leuk vinden als we na de koffiepauze, waarin jullie natuurlijk heerlijk hebben genoten van een kop koffie en iets lekkers wat jullie hebben ontvangen, zouden we het leuk vinden als jullie vanaf 10:45 samen in kleine groepjes die casuïstiek gaan bespreken. Het programma verdeelt jullie eigenlijk als vanzelf in groepjes van 5 personen.
En met z'n vijven kun je dus heerlijk eventjes sparren over de casus die je hebt gekregen. En probeer natuurlijk ook vooral de vragen te beantwoorden die daarin gesteld worden. Nou, dan komen we om ongeveer 11:15 terug, plenair. Dus dan ga je uit het subgroepje en kom je gewoon weer in de grote groep terug. En dan zullen we de casus met elkaar gaan bespreken. Waar mogelijk gaan we ook echt even laten zien, hoe werkt dat nou in de praktijk als je dat eigenlijk moet wegzetten in een dossier. We zullen vast en zeker merken dat 3 kwartieren best wel kort is. Het is net wat Margot zei, het is echt even aanstippen en weer even opfrissen. Gaan we rond de klok van 12 gaan we afronden. Nogmaals, heb je vragen? Zijn dingen niet duidelijk? Wil je toch nog iets vertellen? Doe dat dan alsjeblieft in de chatfunctie. Ook voor de mensen die net wat later zijn binnengekomen, heb je vragen? Stel je vraag in de chat. En we hebben Bart in ons midden. En Bart die gaat ons daar een beetje mee helpen. Dus die zal ook af en toe even aangeven van, er is een vraag. En daar geven wij dan heel graag nog antwoord op. Inderdaad, het is... Moeten we nog iets zeggen over de punten? De accreditatiepunten? Ja, tuurlijk. Heel belangrijk, inderdaad. Voor degenen die nu zijn aangehaakt in dit webinar. Jullie verdienen met de aanwezigheid 3 accreditatiepunten. Sommige mensen van jullie hebben alle gegevens al doorgegeven. Zoals het... mailadres. Ja, je mailadres, maar ook je registratienummer. Heb je dat nou nog niet gedaan? Geen paniek. Reageer dan eventjes op de mail waarin deze uitnodiging voor dit webinar jou is toegestuurd. Als je daar even op reageert met de aanvulling waarin ook jouw gegevens staan vermeld, dan zorgen wij ervoor dat die accreditatiepunten worden bijgeschreven. Ja. Oké. Ja. Nou, dan liggen we nog ietsje voor op schema. En dan, dan stel ik voor dat we gewoon maar van start gaan. Want ik denk dat we de tijd ruimschoots nodig hebben. Ja. Eerst even een mooie dia om binnen te komen. Klinisch redeneren. Dat begint eigenlijk bij kijken. Misschien wel met hele grote ogen. Kijken naar de cliënt, naar de situatie waarin hij zich bevindt. Zijn hele steunsysteem. Kijken, informatie ophalen. Ook onbevangen proberen te kijken, niet gelijk, dat is de kunst ook om niet gelijk al te denken, oh maar dit en dit en dit is hier aan de hand. Maar vooral ook kijken, verzamelen en vervolgens ga je redeneren. Nou, klinisch redeneren, dat zullen jullie ook ooit in je opleiding gehad hebben, is natuurlijk ook in de boeken uitgebreid beschreven en wij vonden deze definitie nog steeds een hele goeie, ook al is die al inmiddels weer 8 jaar oud. Klinisch redeneren is het continue proces, continu, heel belangrijk, niet alleen met de start van de zorg, maar gedurende het hele zorgproces, van gegevensverzameling en analyseren gericht op de vragen en problemen van de individu, maar ook van diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid. En het omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Van Lambrechts en Grotendorst. Ik denk dat dat ook een van de kenmerken is van de verpleegkundige. Die kan als geen ander risico's inschatten, omdat ze weten hoe een ziektebeeld zich zou kunnen ontwikkelen. Je kan ook vroeg signaleren, problemen herkennen. Dus al die dingen komen samen. En wat heb je daarvoor nodig? Kennis, vaardigheden en ervaringen. En je moet gaan ordenen, prioriteren, in actie komen. En ook vooral veel samen met de cliënt. Daar gaan we straks ook nog verder op in. En je moet natuurlijk monitoren en evalueren. En dat brengt ons eigenlijk gelijk al bij de volgende dia. Ja, en de volgende dia die laat eigenlijk het beeld zien van het verpleegkundig proces. En als we links in het scherm kijken, dan zien we eigenlijk een procesplaats zien... waarin een eerste ordening eigenlijk al is gemaakt. En die eerste ordening die is een beetje ontstaan in de jaren 60, waarin toch werd gedacht van, we moeten daar inderdaad wat in ordenen. En daar zie je eigenlijk dat het nog een soort lineair proces is. Dus
een verpleegrelatie start bij de anamnese uiteraard, waarin je informatie verzamelt. Vervolgens ga je eigenlijk over naar een stukje diagnostiek, hè? Het stellen van een verpleegkundige diagnose. De volgende stap is het plannen van de interventies die je daarbij hebt bedacht. En uiteindelijk voer je hem uit. En wat je aan de zijkant ziet staan, die balk met evaluatie, dat is eigenlijk een continu proces. Dus tijdens iedere processtap wordt jou gevraagd om ook te evalueren, om te zien, doen we nou de goede dingen of niet. En uiteindelijk komt een verpleegrelatie ten einde. Nou, misschien wordt deze plaat nog best veel gehanteerd. We zien in ieder geval aan de rechterkant van het scherm zien we dat cyclisch proces weergegeven zoals die volgens het OMA system zou lopen. En eigenlijk komt het min of meer op hetzelfde neer. Je start ook bij de eerste rode taartpunt, het verzamelen en onderzoeken van gegevens. Vervolgens stel je aandachtsgebieden vast. Uiteindelijk meet je in eerste instantie de stand van zaken bij aanvangzorg. Je plant je acties in en voert deze uit. En ook tussentijds evalueer je steeds hoe die zorg zich ontwikkelt en hoe de situatie zich ontwikkelt. En dat meet je per aandachtsgebied. En uiteindelijk evalueer je. Doen we de goede dingen? Kunnen we zo door? Of moeten er zaken bijgesteld worden? En natuurlijk altijd vanuit het oogpunt, hoe gaat het met de cliënt? Maar daarbij ook zeker de leefeenheid en de gemeenschap niet uit het oog verliezen. En uiteindelijk is dit het proces wat jij als professional samen met de cliënt hebt. Dus dat verpleegkundig proces, dat is eigenlijk nog steeds wat het is. Waarbij dat evalueren, Margot noemde het net al ook al even. Het is natuurlijk het allermooiste als je dat gewoon samen met je cliënten kunt doen. Binnen alle processtappen. Om samen te kijken van, waar staan we nu? Waar zit het probleem? Wat kunnen we daar samen aan doen? En ook het evalueren van die zorg is natuurlijk het allermooiste als je dat gewoon samen kan doen. Dus daar hangen we het geheel aan op. Dan mogen we volgens mij naar de volgende. Nou, wat jullie hier zien is mijn auto. Vanochtend mocht ik sinds lange tijd weer naar het werk. En ik was nog geen 5 kilometer op weg. Of hij liet mij staan. Nou, het was heel vervelend, maar ik zat in tijdnood. Dus ik dacht, ik belde ANWB. En ik vraag of zij dit verder op willen lossen. En ik zorg dat ik met een taxi snel op kantoor in Enschede kom. En ik kreeg net een telefoontje van de ANWB die zei, ach mevrouw, we hebben u wel afgesleept, maar eigenlijk was alleen uw benzinetank maar leeg. Nou, dit is natuurlijk wel een metafoor voor eigenlijk voor klinisch redeneren. Want je kunt symptomen bestrijden. In dit geval dacht ik, nou, die auto doet het niet afvoeren met die handen. Of je kunt op zoek gaan naar de oorzaak. En dan was een tankje benzine ook genoeg geweest. Dus klinisch redeneren is op zoek gaan naar de oorzaak van dingen die spelen. En vaak is dat heel erg helder, maar soms ook niet. Of weet je dat er bij een bepaald ziektebeeld dingen gaan dreigen. Dus daarop acteren is de kunst van het verpleegkundige diagnose stellen en vervolgens die ten uitvoer gaan brengen. En acteren en reflecteren natuurlijk. Klein voorbeeld nog, in dit geval was het de benzine die op was. Maar ja, het had natuurlijk ook iets met bougies kunnen zijn. Of een algehele motorstoring. Ik ben niet heel erg autotechnisch. Ander mooi voorbeeld daarvan vind ik een cliënt die diabetes en die met een hele roestige schaar zijn teennagels knipt. Zelf zie je ook al dat daar problemen gaan dreigen. Dus altijd op zoek gaan naar de achterliggende oorzaak. Dat is eigenlijk het doel waarom we dit plaatje erin zetten. Maar het blijft zo'n beeld wel goed hangen. Nou, dan komen we de volgende. Bart. Dat is goed dat we Bart hebben. Nou, ja. Zouden we het doen zonder Bart. We willen eigenlijk jullie heel graag meenemen even in een heel klein filmpje.
Want ja, in de loop der jaren zijn er, zijn er hele mooie theorieën gevormd over klinisch redeneren, over het verpleegkundig proces. En ik denk dat dat de gezondheidszorg alleen maar te goede is gekomen, absoluut. Maar we willen jullie toch eigenlijk even meenemen naar een oud filmpje. Dit betreft dan toevallig de wijkverpleging. Het schetst eigenlijk een beeld van hoe het eigenlijk vroeger eraan toe ging. Was dat misschien zo hier en daar wel iets te kort door de bocht. Maar ook gewoon wel eventjes leuk om mee te krijgen. En het laat wel heel mooi zien dat de verpleegkundige daar ook al ziet wat nodig is. Ja. Ja. Goed, en vooral in de lead was. Ik ga starten. Gaat hij nog een keer? Ja. Goed. Nou, inderdaad. Ja. Hij wil niet stoppen. Nee, het filmpje gaat nog een keer. Ja. Het is denk ik inderdaad, het laat wel even zien. Hoe ging het er vroeger aan toe? Gewoon in actie. De wijkverpleegkundige die was heel duidelijk in de lead. En die vertelde gewoon wat zij dacht dat er op dat moment moest gebeuren. En, dat gaat vandaag de dag wel ietsje anders. De volgende plaat laat dat denk ik ook wel aardig zien. Dat verpleegkundig, dat klinisch redeneren, dat bestaat eigenlijk uit twee hele grote processtappen. Dan hebben we het over het denk- en redeneerproces en uiteindelijk het besluitvormingsproces. Nou, deze plaat laat zien, wat heb jij nou eigenlijk nodig als verpleegkundige, als ziekenverzorgende, als wijkverpleegkundige, als het gaat om kennisvaardigheden en informatie bij dat denk- en redeneerproces. En er staat heel veel genoemd, maar ja, denk in eerste instantie maar eens even aan het kennis moeten hebben van heel veel ziektebeelden. Dat heb je sowieso nodig om überhaupt er iets mee te kunnen. Dus kennis hebben van ziektebeelden, maar ook een hele goede observatie kunnen hebben. Goed kunnen signaleren van inderdaad van de risico's waar Margot het al even over had. Probleemherkenning. Maar bijvoorbeeld ook kennis hebben over kwaliteit en veiligheid. Wat doe je? Hoe doe je het goed en veilig? Bijvoorbeeld ook inderdaad kennis hebben van fysiologie, anatomie, pathologie, et cetera. Dus je moet ontzettend veel kennis eigenlijk hebben en vaardigheden hebben ontwikkeld om in dat denk- en redeneerproces al een eerste verkenning te kunnen maken. Dat is eigenlijk stap 1.
Ik weet niet, Margot, heb jij daar nog aanvulling op? Nou ja, dat je in ieder geval ook... ik vind het mooi dat daar bijvoorbeeld hier linksboven het scherm staat... alle zintuigen gebruiken. Ja. Hoe verder je komt in het vak, ik denk dat ik... een aantal mensen die ooit wel eens een necrotische teen hebben verzorgd... die kennen, denk ik, nog wel die geur. Als je binnenkomt, dan ruik je als een doordringende geur van necrose. En dat kan alweer iets triggeren in je hoofd, dat je denkt, het gaat hier niet goed. Nou, meetwaarden die je kunt gebruiken. Ja. Meetinstrumenten, moet ik zeggen. Die hebben we natuurlijk ook in ons dossier zitten. Maar kan ook meer duidelijkheid geven. Dus je hebt eigenlijk heel veel onderdelen nodig. En eigenlijk gaat dat ook wel vanzelf. Hoe langer je in het vak zit, gebruik je ook alle kennis die je hebt. En soms is dat een onderbuikgevoel. Maar eigenlijk is onderbuikgevoel ook een soort tactic knowledge van kennis die je hebt opgedaan door de jaren heen. Ja. Ja. Ja, en als het gaat over preventie, roken, alcohol, voeding, beweging, bepaalde ziektebeelden zijn daar natuurlijk van invloed op. Dus dat zul je ook meewegen in je hele verhaal. Ja, ja. Zeker. Brengt ons bij de volgende. Ja, brengt ons bij de volgende plaat eigenlijk. En dan hebben we het over, wat moet ik nu kunnen en weten... om voor de cliënt de beste persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. En dan hebben we het inderdaad over persoonsgericht uiteraard, maar ook veilige zorg kunnen bieden. En dan zie je eigenlijk om deze verpleegkundige heen staan, wat voor vragen je jezelf dan eigenlijk allemaal moet stellen. Dus inderdaad, wat is er lichamelijk aan de hand? Heb ik voldoende kennis over het ziektebeeld? Dat is denk ik ook een ontzettend belangrijke. Als je iemand gaat verplegen met een tracheacanule en je denkt, oh heer, hoe was het ook alweer? Want dat komt misschien niet dagelijks in de praktijk voor. Dan is dus heel belangrijk dat je weet, waar haal ik mijn informatie vandaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat die kennis weer even wordt opgevijzeld? En soms heb je daar je collega's voor waarmee je eigenlijk weer even kunt sparren van, hoe was het ook alweer? En soms moet je gewoon nog even de boeken in. Of kun je je informatie, bij wijze van spreken, uit de protocollen halen. Dat soort zaken. Maar ook andere aspecten. Weet ik voldoende over de risico's? Hoe is iemand er psychisch aan toe? Dat weten we allemaal. Als er lichamelijk iets met je aan de hand is, dan heeft dat heel vaak psychisch ook zo zijn weerslag. Dus dat zijn allemaal aspecten die je jezelf kunt afvragen op het moment dat je in die zorgrelatie dus aan het onderzoeken bent. Wat is hier aan de hand en wat moet ik doen om aan deze cliënt de beste zorg te kunnen bieden? Nou, uiteindelijk met alle gegevens die je verzameld hebt, meetinstrumenten die je gevuld hebt, misschien gesprekken die je gevoerd hebt met de cliënt, de huisarts, noem maar op, de dingen die Nicole net noemde, moet je uiteindelijk besluiten gaan nemen en prioriteiten stellen in overleg met de cliënt. Wat komt er uiteindelijk in het verpleegplan? Waar ga je aan werken? En ik wil eigenlijk even die cirkel met jullie doorlopen. Begin ik aan de linkerkant. Dat vraagt van ons communicatieve vaardigheden. Je moet moeilijke gesprekken kunnen voeren. Soms cliënten ook durven confronteren met dingen. Maar soms is het ook wel misschien een moeilijk gesprek. Omdat je weet dat een cliënt misschien chronisch zorg nodig blijft houden. Voor een cliënt met ALS dat het alleen maar minder gaat worden. De mantelzorg neem je mee in het verhaal. En als het goed is, zijn we als geen ander ook beducht op overbelasting van mantelzorg. Soms staat of valt nog of iemand thuis kan blijven met mantelzorg. Aan de andere kant zijn wij misschien ook degene die het moeilijke gesprek voeren en zeggen, eigenlijk runt u een verpleeghuis in uw eentje. Dit kan zo niet langer. Dat dus. Wensen van de cliënt, die neem je ook mee. Op fysiek, maar psychisch en ook sociaal gebied. En ik heb er nog wel een mooi voorbeeld van. Ik weet dat wij, destijds toen ik nog in de wijk werkte, hadden we een cliënt met een enorme wond aan zijn been. Die meneer was 87. En de huisarts zei, het zou het beste zijn als u zich 2 weken op liet nemen in het ziekenhuis. Dan kreeg u een infuus met antibiotica. En dan hebben we in ieder geval gereden kans dat we die wond weer dicht krijgen. En de cliënt zei, moet je eens luisteren.
De pieren zijn al aan het knagen. Ik sta met één been in het graf. Ik blijf bij mijn vrouw. Je doet er maar een lapje omheen, zei hij op zijn Twents. En ik laat aan die wond niks meer doen. Dus de wens van de cliënt was uiteindelijk wel leiding of richtinggevend hierin. Dus dat jouw besluit kan zijn, ik wil die wond dicht hebben. Ik wil niet zeggen dat de cliënt dat ook als doel heeft. Ik denk dat je dan ook wel gelijk eigenlijk een mooie brug kan maken naar een thema wat hier ook wordt genoemd. En dat is het shared decision making. Ja, ja. Dus samen inderdaad in gesprek gaan. En soms heeft de cliënt dat al met zijn eigen partner of kinderen gedaan. Hè? Van wat zou ik nog willen? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de mooiste, het mooiste scenario. Dat daar eigenlijk al wat over na is gedacht. En soms ben jij degene die dat gesprek op gang moet brengen. Van, ja. Wat zou u nou nog graag willen? Dus op het moment dat je eigenlijk voor een onvoldoende feit wordt gesteld, dan is het soms zo moeilijk om moeilijke besluiten te nemen. Dus dat, ik denk dat dat ook een belangrijke taak is van verzorgende, van verpleegkundigen, om daar soms wat in te helpen. Ja, inderdaad. En dus Nicole nam al even het uitstapje naar de shared decision making. Is natuurlijk ook tegenwoordig heel erg, ik denk door corona ook wel aangewakkerd dat we het over een stukje advanced care planning hebben. Eerder in het zorgdossier en nog steeds schrijf je op of iemand wel of niet gereanimeerd moet worden. Met het nieuwe dossier wat we aan het ontwikkelen zijn, komen er ook andere vragen. Wel of niet antibiotica, wel of niet naar het ziekenhuis, wel of niet aan de beademing. Dat soort dingen hebben daar ook mee te maken. Even nog een stapje terug als we kijken rechtsbovenin in die cirkel interventies. Interventies die je uiteindelijk in gaat zetten, doe je aan de hand van de verpleegkundige diagnoses die jullie stellen. En dan gaan jullie straks ook met de casuïstiek mee verder. En dan kijk je wat is professioneel nodig. Maar hopelijk ook bestrijd je daarmee de oorzaken, niet een symptoom. Dus dat is de kunst van interventies. Daar gaan we straks dus met die casuïstiek ook dieper op in. Nou, we gaan verder in de cirkel. We hebben het al even gehad over shared decision making. Heeft ook alles te maken met kwaliteit van leven. Wat vinden mensen? Zelfkwaliteit van leven. Wat kun je nog wel, wat kun je niet? Waar kies je voor? En vervolgens ga je natuurlijk ook op orde en prioriteren met de cliënt. Het kan wel zijn dat je een breed scala aan interventies voor je oog ziet, maar dat de cliënt zegt, nou, als eerst maar eens even deze wond verzorgen. Dan bedenk ik mij nog wel of ik ook onder jullie, met jullie hulp wil gaan douchen. En nou, we kennen denk ik allemaal die voorbeelden wel, dat je ook moet vertrouwen winnen en dat niet alles op één dag al kan. Nou, prioriteren, onderbouwen, ordenen heeft ook te maken met klassificatiesystemen. Het OMA-systeem is al, ik denk bij 80% van alle wijkverpleegkundige organisaties de manier om te klassificeren. Maar daarnaast zijn natuurlijk ook nog andere systemen. Veel organisaties doen nog steeds een anamnese volgens Corden en zetten dat vervolgens weg in het OMA. Is ook allemaal goed, allemaal prima op zich. Nou, wat doe je nog meer als we de cirkel doorlopen bij het besluit vormen? Je eigen observaties koppel je dus aan kennis en je probeert multidisciplinair te werken. Als verpleegkundige ben je vaak wel een spin in het web, maar heb je ook de fysio nodig, de ergo, de huisarts, noem maar op, maatschappelijk werk. En eentje die heel erg belangrijk is tegenwoordig, is toch ook wel die links onderin, het zelfmanagement en het empoweren van cliënten. Ik vond dat mooi in het filmpje, dat die verpleegkundige zegt, oh, er moet hier een bed komen. Hup, er komt een bed aan. En tegenwoordig is dit toch ook wel heel erg overleg met cliënten. En kijk je ook wat ze zelf kunnen. En is een van de doelen van wijkverpleging om cliënten zelf weer sterk te maken. Ja. Met de mensen om hen heen. Nou, dat was denk ik ook in het filmpje wel heel aardig zichtbaar. Dat de familie werd ingezet om dat ook te organiseren. Ja. Dus dat is denk ik eigenlijk ook nog wel de realiteit van vandaag. Van hé, wat kan u nou nog zelf? Of wat kan familie betekenen? En waar gaan wij in beeld komen? Waar moeten wij aan? Ja, wat kunnen wij doen? Ja. Ja. Goed, brengt ons bij de volgende dia. Ja. Uiteindelijk stel je dus een verpleegkundige diagnose.
En nou, dat doe je dus na een hele wel degelijke analyse en afweging. Stel je dus eigenlijk vast van, hey, wat is hier nu aan de hand? En de tweede bullet laat eigenlijk zien van, en wat er dan aan de hand is, is dat nu al een probleem? Dus is dat een actueel aandachtsgebied? Of is dat misschien potentieel? Hè? Zijn er risicofactoren die aanwezig zijn, die mogelijk kunnen leiden tot een actueel aandachtsgebied? Of is het inderdaad iets waarbij je kunt vaststellen van, ja, op zich is er nu nog niet zo heel veel aan de hand. Het gaat ook best oké. Maar soms is het toch nog wel een beetje stimulerende actie nodig. Dus dan probeer je eigenlijk op het vlak van gezondheidsbevordering iemand net eventjes dat setje of die ondersteuning te geven, waarmee het gewoon goed blijft gaan. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Margot noemde het net ook al. Maar dat stukje zelfmanagement, maar ook dat empowerment richting cliënt. Ik denk dat je bij het stellen dus van die verpleegkundige diagnose en het in gesprek gaan met de cliënt, is daarbij ontzettend belangrijk. Dus dat je inderdaad samen vaststelt van, hé, maar wat is hier nu nodig? Is er al iets aan de hand en gaan wij daar hulp in bieden? Of ja, is het misschien nog een kwestie van, er zijn mogelijke risico's waarin u zelf ook nog stappen kan zetten? Dus eigenlijk het typeren van die aandachtsgebieden, en dat kennen we binnen het OMA-system, dus actueel, potentieel of gezondheidsbevordering, dat is een belangrijk om die ordening aan te geven. En, nou, waarbij dus nogmaals, potentieel gezondheidsbevordering, dan zet je echt op het preventieve vlak. En ik denk dat dat gewoon hartstikke belangrijk is om ook te kunnen, ja, vooral veel aandacht en energie te stoppen in het voorkomen van problemen. Ja, dat is de kunst. Ja, en dat geeft dus inderdaad richting aan je verpleegkundige interventies. Dus daarmee bepaal je inderdaad van, oké, en wat is hier op dit moment nu nodig? En wat voor soort acties gaan we inzetten om ervoor te zorgen dat dit probleem wordt opgelost, of niet erger wordt, of om te voorkomen dat hier zich problemen gaan voordoen. Dus daarmee geef je inderdaad richting aan het maken van je verpleegkundige interventies. En als we kijken naar het OMA-systeem, dan kennen we eigenlijk 4 soorten acties die we dan kunnen inzetten. Als eerste adviseren, instrueren en begeleiden. Ja, ik zeg altijd maar, ja, dat is gewoon zorgen met je handen op je rug. Dus je geeft ja, advies en instructie. Behandelen. En dan zien we daar echt die acties die, waarmee je nou, in technisch opzicht zeg maar echt iets aan de cliënt doet. Dus echt helpen met wassen en aankleden, injecteren, iemand helpen met, echt fysiek helpen met het maken van een transfer. Maar laten we ook het case management zeker niet vergeten. Want het zorgen dat de zorg georganiseerd wordt, nou, daar kan je behoorlijk veel tijd mee kwijt zijn. Dus het contact hebben met apothekers, met huisartsen, met de familie om afstemming te zoeken. Materialen bestellen, zorgen dat hooglaagbed toch het huis inkomt. Dat zijn allemaal zaken die rond case management te plekken zijn. En dan last but not least, het monitoren en bewaken. Want ik denk dat dat echt een heel essentieel onderdeel is van het vak. Het in de gaten houden van hoe verlopen nou de acties die je hebt ingezet. Gaat dat goed? Moeten we bijstellen? Dat doe je ook heel veel met het monitoren en bewaken. En dan hebben we het dus ook over het meten van bijvoorbeeld lichaamswaarde. Dus die 4 soorten acties zien we dan eigenlijk naar voren komen. Ja, het geluid valt weg, zegt iemand in de chat. Zie ik toevallig. Ik weet niet of dat voor meer mensen geldt. Of dat... nee.
Anderen zeggen weer hier niet. Gelukkig maar. Het is ook goed dat we even naar de chat gaan kijken. Ja. Voordat we zo aan de koffiepauze gaan. Ja. En voor de mensen die later, wie ik later toegang kon geven. Er zit iets met het getal. Tot 100 konden we erin. En één iemand verliet de meeting. En toen kon ik iemand anders toegang geven. We moeten dat uitzoeken. Ja. Ja. Mm-hmm. En ja, het is heel vervelend. Want er hadden 172 mensen zich aangemeld in ieder geval. Dus niet iedereen is aangehaakt, maar dat gaan we nog. Die gaan allemaal wel mailen en dat ook vertellen. Zijn er nog vragen in de chat tot zover? Ik kan ze zelf niet openen. Nee. Nicole? Ik kan hem ook nog niet openen, maar ik zag wel wat voorbij komen. Er was in ieder geval een vraag. Krijgen we deze presentatie die nu op jullie schermen te zien is, kunnen we die ook krijgen? Natuurlijk kunnen jullie die krijgen. En een volgende vraag was, worden er ook opnames gemaakt van dit webinar? Ja, zeer zeker. En die opnames die zijn ook weer terug te vinden. Nog niet gelijk vandaag, maar ik denk in de loop van de week, ik kijk heel even Bart aan, zal er op onze eigen pagina, website, staat bij Niels en Evenementen ook een kopje webinars. En daar kun je alle webinars terugzien. Dus heb je hem gemist of is bij jou het geluid net weggevallen of kon je er niet bij zijn? Of wil je een collega tippen? Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je verwijzen naar het terugkijken van een webinar. Ik moet daar wel één maar aan toevoegen. Als je de webinar op een later moment een keer terugkijkt, ja, dan kan je helaas geen aanspraak maken op die accreditatiepunten. Dat is echt voor de mensen die hier vandaag in de chat zitten of in de webinar zich hebben aangemeld. Die krijgen de accreditatiepunten. En ook voor de volgende groep, waarvoor we waarschijnlijk nog een extra sessie gaan organiseren, omdat we de limiet tot 100 hebben. Daarvoor geldt dat uiteraard. Ja, en dat is natuurlijk ook logisch, want het echte klinisch redeneren gaan jullie straks met elkaar doen. Ja. In die groepjes, daar was ook de huiswerkopdracht voor, verdiep je in het ziektebeeld CVA. En we gaan straks dan ook uiteindelijk dat met elkaar op een rijtje zetten. Dus nu hebben we geschetst. Wat is er allemaal nodig voor klinisch redeneren? Waar heeft besluitvorming mee te maken? En jullie gaan er straks een stukje mee oefenen. We hebben best wel een pittige casus, krijgen jullie zo op de mail, denk ik. Ja. We gaan hem ook samen even doornemen. Maar dan kun je hem ook er nog even bij pakken. Dus dan zou het mooi zijn als jullie in de groepjes de vragen gaan beantwoorden die wij daarbij hebben. En we kunnen natuurlijk niet straks, we verdelen jullie in groepjes van 5. Dus dat betekent al dat we 20 groepjes hebben. We kunnen niet 20 groepjes aan het woord laten, maar we doen dat op de manier van, heb je nog iets anders toe te voegen? Dan mag je je microfoon aanzetten en dat meedelen. Dus we gaan eens even naar die casus kijken. Oh. Nou krijg ik wel opeens de chat in beeld. Iemand zegt, ik moet weg wegens corona. Nou dan, sterkte. Ja. Ja. Zeker. De casus is mevrouw de Mos, 61 jaar. Zij is gehuwd, lerares van beroep. En ze is weer thuis na 4 weken te hebben gerevalideerd in een instelling na een herseninfarct. Wassen en kleden moet onder begeleiding en ze heeft veel sturing nodig. En bij het uitkleden vergeet ze steeds haar linkermouw uit te trekken. Ook smeert mevrouw maar aan één kant van haar gezicht de dagcrème en aankleden levert de nodige problemen op. Hemdjes, t-shirts worden ondersteboven, achterstevoren aangetrokken. Armen worden soms in het gat van het hoofd gestoken. Ook vergeet ze de aangedane zijde aan te kleden. En ze vindt het maar onzin dat ze wordt geholpen met wassen en aankleden. Want ze vindt eigenlijk dat ze het zelf wel kan. Nou, ze heeft op zich wel weer functie. Wat functie in die aangedane arm? Want als we vragen om even in onze hand te knijpen, kan ze dat. Maar toch gebruikt ze niet automatisch bij tweehandige taken. Bijvoorbeeld de dop op de tandpasta draaien. Dat doet ze met haar mond, waarbij haar aangedane hand, die echt het best zou kunnen assisteren, slap op haar schoot ligt. Ze moet lopen onder begeleiding, want ze is valgevaarlijk. Maar zelf vindt ze dat heel erg kinderachtig en ziet ze dat probleem absoluut niet. Ze gaat vaak zelf aan de wandel, is ook al een keer gevallen en loopt regelmatig tegen een deurpost of een meubelstuk op. Lezen lukt ook niet goed. Ze begint op de helft van de bladzijde te lezen. En ze vindt het allemaal maar onzin en verwacht snel weer voor de klas te staan. Nou, dat is de
casus in ieder geval. Daar hebben we een aantal vragen bij geformuleerd. Ja. Bespreek. Wat zijn de symptomen? Welk probleem ligt daar dan aan ten grondslag? Welke diagnose stel je? Dus dat is wel een verpleegkundige diagnose. En welke aandachtsgebieden zou jij bij het gebruik van het OMA-systeem selecteren? Dus dat zijn eigenlijk de vier kernvragen. Nou, nogmaals, bespreek het binnen je groepje. En nou, daar hebben we zo dadelijk alle tijd voor. Ja. We gaan eerst straks even pauzeren. En daarna heb je dus een half uur de tijd om daar binnen je groepje mee van start te gaan. Ik ben ook nog wel heel even benieuwd toch naar of er nu al belangrijke vragen in de chat zijn gesteld. Bart, heb jij daar iets? Ik zie even één vraag. Ja, die opent dan volgens mij. Even kijken. Denk ik, als ik nu hierop klik. Woont mevrouw alleen, wordt er gevraagd. Ja, ik zie hier een vraag verschijnen. Woont mevrouw alleen? Margot, weet jij dat toevallig? Mevrouw Ter Mors, woont ze alleen? Nee, mevrouw Ter Mors heeft een partner die nog werkt van 62. En heeft een drukke baan, is veel op reis. Ja. En we hebben met opzet een casus gekozen van iemand met de CVA, omdat je kunt natuurlijk, ik moet niet al dingen gaan verklappen, nee. Maar je kunt op verschillende niveaus de stoornissen hebben. Dus dat is ook wel, daar blijkt weer uit hoe belangrijk het is om te weten en wat het ziektebeeld ook inhoudt. Ja. Dus daar willen we jullie ook vragen naar te gaan kijken. En even denken aan die auto. Is nou de benzine op of hebben we een motorstoring? Hebben we een motorstoring? Dus welk probleem ligt er aan de grondslag? En uiteindelijk welke diagnose stel je en welke aandachtsgebieden? Ik neem aan dat jullie allemaal het OMA-systeem kennen. En welke aandachtsgebieden zou je dan vervolgens selecteren? Nou, wat we doen is jullie er straks op uitvragen. En we willen heel graag dan met jullie samen ook het plan gaan vullen. We gaan er samen op redeneren. Ja. En dan gaan we het vullen. Ja, en ik zie inderdaad allemaal super relevante vragen hoor binnenkomen. Van hoe oud is ze? Zijn er kinderen? Goed hè, want de mensen zijn al heel ondervangen aan het kijken. Is er contact met de buren? Ja, dat zouden allemaal super goede vragen zijn om het over te hebben. De casus is helaas wat het is. Dus... soms moet je inderdaad even denken, hypotheses van als er buren zouden zijn, dan zou dit of dat. Nog een vraag, ja, inderdaad, is de prognose bekend? Ja, dat vertelt het verhaal nou, niet. Nou ja, met CVA weten we dat er nog een lange periode van herstel mogelijk is, hè? Ja, ja. Absoluut. Ja. Ze is natuurlijk relatief jong. Maar goed, eigenlijk heb ik zoiets van, ga dat maar in je eigen room, zeg maar, zo dadelijk met 5 personen bespreken. Ja, nou, we lopen iets voor op de tijd en dat is fijn. Ja. Dat hadden we eigenlijk ook wel een klein beetje geholpen, maar niet met zekerheid durven zeggen. Want dan kunnen we straks ook meer tijd nemen om te vullen en goed te redeneren met elkaar. Ja. Dus het is nu ongeveer 10:30. Als jullie nu eens even lekker koffie pakken, thee... Ja. Als het goed is, hebben jullie allemaal iets lekkers gekregen. Wie dat niet heeft, mag mailen naar het mailadres. Dan krijg je dat misschien alsnog. Weet ik niet, Bart. Nu foute dingen zeg. als jullie om 10:55 terug zijn, allemaal gewoon, laat je link maar openstaan, maar dan ook weer voor het scherm zitten. Dan gaan we jullie dan met 1 druk op de knop in digitale kamertjes zetten. Oké, ik hoor net de complimenten komen al binnen over het lekkertje. Dat is ook lekker, gelukkig. Hartstikke leuk. Sommigen hebben het niet gehad. Oeh, helaas. Gelukkig hebben de meesten volgens mij wel iets ontvangen. Daar zijn we heel erg blij mee. Geniet er lekker van. Kwartiertje. Neem even pauze. Kwartiertje. 10:55 gaan we hier weer van start. Dus tot zo dadelijk. We gaan gewoon rustig door met de casus van mevrouw Ter Mors. En ik wou eigenlijk per groepje eens even ophalen.
waar jullie over nagedacht hebben en de opdracht die onderaan de mail stond. Wat zie je? Welke diagnose heb je uiteindelijk gesteld? Welke interventie stel je voor? Dus ik ga maar eens even willekeurig een groepje, een van de mensen uit het groepje, het woord geven. En ga maar eens vertellen wat jullie besproken hebben. En dan begin ik maar eens even het random bij groepje nummer 4. Wil iemand daar het woord van nemen en zeggen waar je op jullie uit zijn gekomen? Of weten jullie niet wie groepje nummer 4 was? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Weten jullie zelf je groepsnummer? Oh ja, hoe weet je welk groepje je had? Nee, dat is ook weer een verrassing. Dat weten wij niet. Nee. Nou. Ik zou denken dat het in beeld is. Wij dachten dat jullie je groepsnummer in beeld kregen. Nou, dan pikken we er gewoon eentje uit. Dan pikken we gewoon iemand eruit die we het woord geven. Ja. Ik zou zeggen Hermien. Hermien, ja. Hoi, ik ben Hermien. Ah, Hermien. Hoi. Ik ben Hermien. Ik zat op 12. Ah, Hermien. Hoi. Ik zat op 12. Een echo. Ik zat in groepje 12 en wij hadden bij vraag 1... Ik zat in groepje 12 en wij hadden bij vraag 1... Wat zijn de symptomen? Hermien, ik grijp even in, want ik denk dat een paar mensen misschien nog de Hermien, ik grijp even in, want ik denk dat een paar mensen misschien nog Iedereen moet zijn microfoon muten en dan kan Hermien hem openzetten. Iedereen moet zijn microfoon muten en dan kan Hermien hem openzetten. Maar Loes, zou het kunnen dat jij nog open staat? Het is niet ons. Ja, maar mijn laptop loopt vast. Ik krijg niks van elkaar. Ja, we hebben nu zelf Marloes gemute. Als het goed is, Hermien, kun jij nu wel ons meedelen wat jullie bevindingen waren. Ja, kun je me verstaan nu? Hermien, toe maar hoor, we kunnen je goed verstaan. Oké. Okay. Nou, ik heb de eerste, wat zijn de symptomen? Die heb ik zelf niet opgeschreven. Ik heb opgeschreven welke diagnoses waren. Dus misschien kan zo meteen Rebecca of Liana even dat eerste stukje doen. Wat wij bij de diagnoses hadden, was de beperking in de mobiliteit. Beperking bij het wassen en aankleden. De ontkenning van de lichaamshelft, de neglect of de agnosie. Maar ook denk ik wel een stukje rouw wat meespeelt. Ook de rolveranderingen die er plaatsvinden. Hè? Dus dat daar wat problemen zich in voordoen. Dat is dat stukje wat ik heb opgeschreven. Dus ik denk dat misschien Liana of Rebecca even dat eerste stukje kan toelichten. Oké. Okay. Nou, al best wel heel veel zaken die je benoemt. We zijn benieuwd of er nog meer... En misschien wil Rebecca daar een toelichting op geven. Dat is goed. Even kijken, wat zal ik nu precies vertellen? Gewoon beginnen bij symptomen? Of wat wil je? Ja, is prima. Ja, begin maar hoor, bij de symptomen. Ja? Ja. Oké, okay. Symptomen, ontkenning van de lichaamshelft, motorische problematiek. Geen bewustwording van de lichaamshelft en gebrek aan ziekteinzicht. Ja. Het probleem is dus de CVA. Nou, aversie en andere gevolgen daaromtrent. Dus dat is wat we hadden als probleem. Ja, prima, duidelijk. Dan gaan we naar iemand anders in het groepje. Even kijken of ik meer namen in beeld kan krijgen. Anita bijvoorbeeld. We nemen aan, we hebben twee Anita's. Anita met een hoofdletter en Anita met een kleine letter. Ik heb geen achternamen. Wil één van de Anita's in ieder geval het woord nemen of er nog andere dingen
in het groepje naar voren kwamen, voordat we er straks verder op inzoomen. Nou, het meeste wat wij hadden is volgens mij al een beetje gezegd. Ik weet niet of jullie me horen. Ja hoor, Anita, praat maar door. We horen je goed. Oké, okay. Dus inderdaad het zelfzorgtekort, de apraxie, de neglect, overschatting, valgevaar. Eigenlijk is dat allemaal een beetje genoemd. Mm-hmm. En Anita, hebben jullie ook daarin interventies bedacht? Die je, als we zeggen neglect en agnosie, hoorde ik Hermien zeggen. Dat klopt ook. We hebben deze casus uit een boek gehaald. En het is echt een waarnemingsstoornis. Dat agnosie ook. Heb je daar ook interventies samen bij bedacht die we straks kunnen gaan vullen? Nou, zover op deze nog niet. Zover waren we nog niet. Oké, nou misschien kan ik het woord geven aan iemand anders die zei dan, als we tot de diagnose komen neglect en agnosie, dan hebben we daar hele specifieke interventies voor. Zou iemand daar iets over willen zeggen? Ik laat me verrassen. Toen bleef het stil, dat snap ik ook wel, want het is lastig. Oh, daar komt iemand. Ja, ik mute mijn microfoon. Ik zou, tenminste, wij hadden bedacht dat het wel handig was om de ergotherapie en de fysiotherapie thuis te laten komen. Om mevrouw daar actiever in te gaan trainen. Ja, okay. Dat denk ik in ieder geval. Prima. Ik ga nog even verder. Ik zou ook kijken waar mevrouw een revalidatie heeft gezeten en daar het gesprek mee aangaan. Van god, hoe hebben jullie mevrouw hier een stukje in begeleid, zeg maar. Want die hebben mevrouw ondertussen al een tijdje leren kennen. En anders ben je vaak ook gauw geneigd om zaken al over te nemen, omdat je zelf onthand bent in dingen. Dus ik zou daar zeker informatie gaan vragen van, hoe hebben jullie dit met mevrouw opgepakt? Want een ergofysio is niet dagelijks bij mevrouw en de thuiszorg in deze situatie voor de komende tijd wel. Dus ik zou daar gaan kijken of je ook informatie kunt halen, zo iedereen mevrouw op dezelfde manier begeleidt en benadert, zeg maar. Ja, ook een hele goede. Zit ook heel erg in het klinisch redeneren, hè? Dat je informatie ook ophaalt bij andere mensen in het netwerk. Dus inderdaad, een hele goede. Die neem ik mee. Ik heb nog in alle gebieden of alle aandachtsvelden die al gekozen zijn, mis ik er eigenlijk nog eentje. Zijn er nog mensen op die andere, nog andere highlights zagen waarvan jullie zeiden, daar willen we ook aandacht aan besteden? Ik zet hem weer uit, want er was iemand anders die wilde praten. Hey, heel erg duidelijk ook nog rouwverwerking. Als, ja. Ik weet niet of je dat bedoelt, of rouw, ja, ziekte in zich. Gewoon het hele verwerken, het hele psychosociale gedeelte van die ziekte die je leeft, ja. Op de kop gooit. Oké, die schrijven we straks ook op. Prima. En dan wil Hanneke denk ik nog wat zeggen. En de rest mag weer zijn camera op mute zetten. Microfoon. Misschien Rebecca ook. De microfoon, sorry. Camera mag aanblijven. Ja, Hanneke, ik wil jou het woord even geven. Dankjewel, ik heb hem aangezet. Bij ons kwam ook duidelijk de rolverandering voor mevrouw zelf en haar partner aan de orde. En een van ons groepje gaf naar ons idee een belangrijke aanvulling. We mochten zelf invulling geven aan de casuïstiek. Mevrouw heeft uitval links. Een van de collega's in het groepje had wat meer achtergrondkennis over neurologie. En die zei, ja, ze rechter lichaam, hersenhelft is aangetast. Zie je toch vaak dat mensen niet of zeer matig tot acceptatie komen. En dat er die zelfoverschatting een heel groot probleem is. En daar moeten we natuurlijk
daar wordt die mantelzorg direct mee geconfronteerd. Dus aanvullend op de vorige spreekster die zei, vragen wat de revalidatie al heeft gedaan met mevrouw, zouden we daar ook erg veel aandacht aan willen geven. Hoe gaan we ermee om en hoe staat ze ervoor in de mantelzorgondersteuning? Ik doe me meer uit. Ja, ja, dankjewel Hanneke, dat klopt. En in die zin heb je ook gelijk, hè? Accidenten in de rechte hemisfeer vragen ook om dit soort interventies. Heb je ook kennis voor nodig? Daar blijkt maar weer uit, hè? Wat we voor de pauze zeiden, verdiep je goed in zo'n ziektebeeld. En dat zelfoverschatting zit hem in dit geval ook heel erg in die spatiële agnosie. Want dat is ook daadwerkelijk niet meer het ruimtelijk inzicht hebben om de verhouding van jou bijvoorbeeld tot de deurpost goed in te schatten. En dat mensen tegen dingen op gaan lopen en tegen meubels op knallen. Dus het is niet zozeer dat zij het meubelstuk niet zien, maar dat het nog 1,5 meter is of maar 10 centimeter. Dat zit in het waarnemingsgedeelte van je hersenen. Valt dat weg. Dus dat maakt nog wel uit hoe je daar vervolgens ook mee omgaat. Hè. Daarom is ook die opmerking van die ergo en die fysio een goede. Want je zult daar zelf als verpleging ook, handvatten in moeten krijgen. Ik denk in dit geval zal het echt op koping gaan om mevrouw uit te leggen. In jouw hersenen, op waarnemingsniveau, kun jij die inschatting niet goed maken. En dat is waarom wij zeggen, ga nou niet zelf aan de wandel. Dit moet je eerst lang oefenen. En hopelijk komt daar weer een stuk van terug. Maar dat zul je ook in de interventies moeten beschrijven. Ja, zeer zeker. En ik denk ook in de combinatie met de mantelzorger, in dit geval haar echtgenoot, dat hij daar ook echt hulp bij nodig heeft om haar daar goed in te kunnen begeleiden. Wat Hanneke net zelf al zei, dat beperkte ziekteinzicht zal er ook toe leiden dat je kunt het haar wel vertellen, maar vervolgens zal zij het zelf niet zo ervaren. Ook al liggen de feiten er, ze zal in haar handelen waarschijnlijk toch steeds terugvallen in het oude patroon van ik ga toch zelf aan de wandel. Ja, dus het vraagt heel veel uitleg. Ja, ja, zeker. Ik zie dat mensen ook suggesties doen in de chat. Oké, okay, ja, mooi. Ik ga even de chat ook openen, want het is ook moeilijk om iedereen het woord te laten. Marike zegt tot cognitie in verband met verminderd beoordelingsvermogen. Ja. Ja, wij gaan ook straks zo vullen. Daar gaan we echt uiterlijk 1,5 mee beginnen. Cognitie, gedragsverandering, geestelijke gezondheid, kopingsvaardigheden. Ja, Wilma zegt, ik denk dat begeleiding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel zeer waardevol zal zijn, zowel voor mevrouw als voor de partner. Dus even kijken. Ergotherapie. Mededelingen via... Nou, eens even kijken of we er nog meer hebben. Zijn er nog mensen, wat zag ik hier staan trouwens, over leerkracht? Wij hebben ook rouw, ja, mantelzorg. Die is denk ik ook heel belangrijk. En Wilma Bijl zegt hier, wij hebben ook rouw sociaal contact in verband. Hij gaat te snel, mijn chat in en weer. Ja, rouw en sociaal contact, seksualiteit zie ik voorbij komen. Allemaal mooie onderwerpen. Ja, ja, zeker. Ja, waarbij je natuurlijk in die zin, sommige dingen zullen inderdaad gaan op koping, op ondersteunen van de mantelzorger. En het neglect, zou iemand daar nog iets over willen zeggen? Of daar specifieke manieren zijn om met het gegeven van neglect om te gaan? Het eerste microfoon aanzet heeft prijs, zeg maar. Ik hoor een keel schrapen, dus kom maar door. Zoals iemand net al op de chat schreef, altijd benaderen via de aangedane zijde, als je er bent. Ja, dat is, dat is een hele duidelijke, denk ik. Hè? Ja, waarbij je moet voorkomen dat de patiënt niet geïsoleerd raakt, omdat hij niets meer ziet aan die aangedane zijde. Dus dat is continu ook wel proberen. En wat ik ook nog een hele mooie tip vond, helemaal juist de mensen met dat neglect, dingen laten doen terwijl ze voor een spiegel zitten. Want met de ene helft van hun waarnemingsvermogen zien ze dan wel dat ze de andere helft vergeten. Ja. En dat is wel echt een heel lang trainingsproces. Maar dat kan een goede tip zijn in ieder geval.
We gaan maar eens gewoon eens even vullen. Hoe dat er dan uit zou kunnen zien en waar je wat weg zou kunnen zetten. En voor de mensen die puur als software gebruiken, zal dit bekend voorkomen. Maar voor de mensen die geen puur gebruiker zijn, ik denk dat jullie je toch herkennen zullen in de terminologie, ook in de keuze van Omaha gebieden. Dus ja. Nou, ik hoop dat je dat dan op je eigen manier in je eigen hoofd wel goed kunt waarnemen. En dat voor jezelf ook zo kunt maken. Dus nou, Nicole gaat het scherm vullen. Ja, dat doe ik. En laten we beginnen dan met de Omaha gebieden. Ik moet hier nog iemand binnenlaten. Ja. De Omaha-gebieden. Als het goed is, wie het niet ziet, moet maar even in de chat reageren. Zien jullie hier het startscherm van mevrouw Ter Mors, onze casusmevrouw. Ja, en ik hoop dat ik zelf ook goed te verstaan ben. We laten inderdaad de keuze voor de aandachtsgebieden zien vanuit, zoals het in puur heet, het assessment. Dus dat is eigenlijk... waar de zorgbehoefteinschatting zich bevindt. We hebben inderdaad een aanleiding gemaakt. Zij is in zorg gekomen bij dit team na het doormaken van een CVA. Als ik klik op mijn tapje medisch, dan zien we daar inderdaad... ook nog wat gegevens staan die ook duiden op dat doorgemaakte CVA. En ook in de voorgeschiedenis staan wat zaken vernoemd die in ieder geval bij haar al hebben gespeeld. Wat het aardige hiervan is van dit assessment, is dat eigenlijk door het invullen van de aandoening of het kenmerk CVA, de gebruiker wordt geholpen bij het... kiezen voor die gebieden die in ieder geval een link hebben met het gegeven CVA. Dat zal ik zo dadelijk ook verder eventjes laten zien. Margot die noemde hem er straks ook al eventjes. Binnen dit assessment starten wij eigenlijk ook met het beoordelen van de steungebieden. Dus op het moment dat je informatie aan het verzamelen bent... En dat is heel divers van het verzamelen van NAW-gegevens tot en met medische achtergrondgegevens. Inventariseer je eigenlijk ook wat zich mogelijk afspeelt op de steungebieden. Nou, binnen PUUR kennen wij 5 steungebieden waarmee je goed in kaart kunt brengen hoe dat steunsysteem eruit ziet. En vanuit de groep kregen we in ieder geval al 1... aandachtsgebied of 2 zelfs, waarvan we kunnen zeggen, nou daar moet in ieder geval verder naar gekeken worden. En hier zie je het ook al staan, het label CVA staat in ieder geval bij 4 van deze 5 steungebieden al genoemd. Ja, het is denk ik goed om te zeggen, dit zijn gewoon de gebieden uit het OMA System, waarvan we gezegd hebben, als je deze vult, kun je de cliënt altijd sterk maken. En heeft het misschien ook een hogere cliëntenvredenheid tot gevolg, maar ook een minder zorginzet. Ja, en door hier heel bewust in een eerste assessment over na te denken. Ja, wat is wijsheid? Zullen we mantelzorg gewoon, en ja, sociaal contact is uit de groep genoemd. Dus laten we die in ieder geval aanklikken. En terwijl Nicole vult, heb ik nog een vraag. Misschien kunnen jullie die in de chat beantwoorden. We hebben bijvoorbeeld een instrument. Hè, als we het hebben over klinisch redeneren. Welke instrumenten kun je inzetten? Wat zou je in kunnen zetten voor de mantelzorger bijvoorbeeld? Om eens even uit te vragen hoe hoog zijn belastbaarheid is. Iemand een idee of gebruikt iemand daar wel eens iets voor? De CSI. Ja, de Caregivers Train Index, zegt iemand. Nou, in PUUR zit die in. Dat is goed om eens een keer te doen. En ook te zeggen, nou, we gaan daar een aantal dingen op bedenken als iemand overbelast is. En hem na een maand of 3 nog weer eens even in te laten vullen. Dus instrumenten gebruiken kan van meerwaarde zijn. Niet omdat het moet, maar omdat het je wat oplevert. Oké, Nicole gaat vullen. Ja, inderdaad. Er werd al geopperd van, de mantelzorg zou daar ook hulp nodig zijn. In hoeverre blijkt dat nu werkelijk uit de casuïstiek? Dat is natuurlijk even de vraag. Is er al een aangetoonde, overbelaste mantelzorger aanwezig? Of is dat misschien nog niet zo?
Maar is het wel zaak dat daar goed naar gekeken blijft worden? Ik ben wel even benieuwd naar wat reactie. Want bij het beoordelen van het gebied mantelzorg, zorg voor kind of huisgenoot, starten we dus feitelijk met de typering. Dus is het een actueel aandachtsgebied, dan zijn er nu al signalen en symptomen aanwezig. Iemand zegt hier in de chat, het is potentieel. Mm-hmm. Het staat natuurlijk ook niet beschreven in de casus. Dus het lijkt mij goed als we dat op potentieel zetten ook. Okay. Want we weten het nog niet. We weten het nog niet. Goed, inderdaad, een potentieel aandachtsgebied. En dat is het aardige hier. Hier wordt ook even een klein voorbeeld geschetst. Dat is een cliëntsituatie die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van bepaalde gezondheidspatronen, gewoontes, gedragingen of risicofactoren die optimale gezondheid belemmeren en waarbij signalen en symptomen nog afwezig zijn. Potentieel inderdaad. Oké, goed. Dat betekent dus dat we nu geen duidelijke signalen en symptomen kunnen aangeven. We gaan er al wel een score aan geven. En als we dan kijken naar de status van de signalen, ja, dan is dat dus een 5. Er zijn op dit moment geen signalen aanwezig. En we hopen natuurlijk dat dat zo blijft. Als we kijken naar kennis en gedrag, wat kunnen we daar dan van zeggen? Dat is misschien nu nog best heel lastig. Potentieel niet zoveel nog. Nee. Dus dat laten we in dit geval even vrij. Het is een aanvangzorgscore, hè? Dus het is een eerste verkenning bij het starten van dit aandachtsgebied. Ja, ik krijg een hele leuke vraag hier van Annemarie, die gooi ik er even tussendoor. Ja. Annemarie zegt, informatie over de mantelzorgen hoort niet echt in het dossier van mevrouw, maar als het echt speelt, zou de echtgenoot een eigen zorgplan moeten krijgen. Ja, het leuke is hier, je ziet ook al wel in het scherm, dat je zegt wie het probleem betreft onder het kopje bereik. En daarvan zeg je, betreft dit het individu? Of betreft het zijn leefeenheid? En het is wel degelijk ook belangrijk om in het dossier van mevrouw de mantelzorgen mee te nemen. Want daarmee zou het kunnen zijn dat haar thuis zijn staat of valt. Dus dan zeg je mantelzorg en je typeert hem als leefeenheid. Ja. Tenzij de mantelzorger zelf een heup breekt en op die manier zorg nodig heeft, dan krijgt hij zijn eigen dossier. Maar dit is wel degelijk ook ter ondersteuning van mevrouw. Ja. Dus daarom ook mooi die typering die het OMA System geeft. Ja. Maar in dit geval is het nog een potentieel probleem. Dus ja, verder. Het is een potentieel probleem. Als je inderdaad, wat Margot ook zegt, als je kijkt van wie betreft het nou, is het alleen, heeft het te maken met de cliënt alleen? Nou, in dit geval dus duidelijk niet. Er is een partner aanwezig. En het bereik is dus inderdaad de leefeenheid. En ik heb hier ook even het informatie ietje opengeklikt om te zien wat wordt er dan onder leefeenheid bedoeld. We kunnen dus in het assessment ook al een instrument toevoegen. En hier staan er toevallig twee grappig self-rated burden of het zorgkompas voor mantelzorg. Je kunt hier dus al een verkennend instrument kiezen, maar dat kan ook zeker later op. Wat denk ik een belangrijke vraag is, wat is in dit geval het vervolg? Dus wat doen we met de kennis van, dit is een potentieel gebied, het betreft de leefeenheid, en wat doen we er dan mee? Of er zijn geen vervolgacties, of we nemen dit gebied toch op in het zorgplan, waarbij er vervolgacties voor de eigen organisatie zijn. Hier wordt gezegd opnemen in het zorgplan, zegt Bianca. Oké, dat kan. En ik doe jou een vraag tussendoor, want volgens mij past die wel. We gingen net de scores invullen en iemand zei, geef je hier ook altijd een toelichting op die scores, waarom je die keuze maakt. Ja, maar dat kunnen we denk ik straks beter bij een actueel gebied even uit gaan leggen. Dus die vraag beantwoorden. Ja. Oké. We kunnen ook nog wat toelichting zetten bij de risicofactoren. En daar is het denk ik goed om te zeggen dat echtgenoten zo mogelijk begeleid worden bij de procespartner. Ja. De ondersteuning van partner.
Anneke die vraagt, om, terwijl jij typt, Nicole, ja. Waar schrijven jullie het doel, het beoogde resultaat? Nou, in het geval van potentieel zie je nu al dat Nicole hier het doel beschrijft. Hè? Mogelijk begeleiding, want we hebben gezegd, het is een potentieel probleem. Verder geef je ook, dat zul je straks zien bij de andere gebieden die we gaan vullen, geef je ook al heel erg het doel aan met het cijfer wat je geeft op dat gebied. Je zegt, het is een 3 en ik wil bijvoorbeeld naar een 4. Als we het bijvoorbeeld over cognitie hebben, omgaan met... En je hebt altijd weer het tekstveld om nader te specificeren. Niet als verplichting, alleen als je denkt, dit is zo onduidelijk. Dus het geeft jou heel veel handen en voeten als professional om dat te doen wat belangrijk is. Nou, ja. We gaan verder, want die mantelzorger is één van de dingen. Maar ik zou ook wel toe willen naar, naar de echte wezenlijke problemen die al als actueel zijn benoemd. Ja. Om die te gaan vullen. Oké. Okay. Nou, dan maak ik even een sprongetje naar de gebieden. Nou, ik denk dat het altijd belangrijk is om breed, met een brede blik te kijken. Omdat het feit dat we al een aantal gebieden door hebben gekregen waar we mee bezig moeten. En nou, dan begin ik maar gewoon bovenaan bij het gebied cognitie. We hebben ook al een aantal zaken wat voor ingevuld. Het gebied cognitie. Cognitie. En nou, we zijn ook wel eventjes benieuwd wat jullie daarvan vinden. We dachten een actueel gebied waarbij een verminderd beoordelingsvermogen aanwezig is. En ook impulsiviteit komt eigenlijk naar voren. Ook door dat verminderde beoordelingsvermogen. Ja. Ze kan zomaar op gaan staan en toch aan de wandel gaan. Ja. Ja. Nou, en dan komen we hier eigenlijk weer bij die scores uit. En hier zien we dus dat het echt een actueel aandachtsgebied is. Waarbij wij van mening waren dat op dit moment de status van de signalen een score 2 verdiende. En dit stuk, daar kun je natuurlijk altijd over twisten. Het blijft een subjectief middel om aan te geven hoe ernstig is een situatie nou. En om je gedachten een beetje richting te kunnen geven, hebben we in de software hier ook een informatietapje aangebracht, waarbij je ook goed kunt kijken per gebied. En ook hier weer worden voorbeelden gegeven. Wat betekent nou eigenlijk een score 2 als het gaat om de status van signalen? Toch is dit wel heel, maar een klein beetje richtinggevend. Hè? Dit is de vertaling uit Amerika. Sommige dingen zijn ook niet helemaal passend. Het is ook gewoon met elkaar over hebben. En wat nog echt veel belangrijker is wat wil je bereiken? Precies. En of je dan van een 3 naar een 4 gaat of van een 2 naar een 4. Ja, helemaal waar. Nou, we hadden inderdaad zelf geconstateerd van, nou, het zit eigenlijk wel rond die 2 mogelijk. En waarbij we ons ten doel stellen, samen met mevrouw Termors, dat we eigenlijk streven naar een score 3. Dus als het dan gaat om dat verminderd beoordelingsvermogen en die impulsiviteit. Als je kijkt naar de ontwikkeling van inderdaad zo'n CVA, dan valt er mogelijk nog wel wat winst te behalen. Vandaar dat wij hebben gekozen voor een doelscore 3. Nou, om even aan te haken op de vraag van zojuist. Waar verduidelijk je dat nou nog meer of beter? Dat zou kunnen in de lege tekstvelden onder de scorevelden. Dus hier zou je specifiek kunnen maken. Wat wordt dan bedoeld met een doelscore 3? Dus hier kun je inderdaad aanvullende teksten kwijt. Ja, dus je zou hier bijvoorbeeld kunnen typen. Als we het echt heel gericht hebben op die impulsiviteit. We hopen dat mevrouw over, nou, de tijd geef je dan aan, over een maand beter ziekteinzicht heeft, of beter inzicht heeft in haar impulsieve gedrag, zou dat kunnen zijn. En doordat je al een cijfer aangeeft, een klein stukje tekst, als je dat wilt, en je moet ook al een datum aangeven waarop je dit gaat evalueren, heb je, voordat je het weet, al een smart doel geformuleerd. Dus dat is wel het mooie, vind ik, van het OMA-system, dat het al zoveel richting geeft. Iemand wil wat zeggen, dat mag gerust, want het is rustig in de plenaire ruimte. Nee,
Nou, dan gaat Nicole rustig door. Nou, inderdaad... Hoeft dat inderdaad niet volgens de Smart of de Roomba, zeg maar, van binnen wat voor een tijd je dan een bepaald doel wil halen? Ja, want dat geeft, nu is het heel algemeen omschreven van wat is meer inzicht in impulsief gedrag? Dat klopt, maar doordat je ook hier zegt wanneer je het wilt evalueren, hè, dat kan, Nikos gaat het aanklikken. Ik weet niet of jullie, ja, dat zien jullie ook, over 2 weken bijvoorbeeld al, zeg je dus al, we willen dat mevrouw meer inzicht in haar impulsief gedrag heeft en dat gaan we over 2 weken evalueren. Dus op die manier wordt het al een heel meetbare actie. Ja. In die zin wel meetbaar, maar wat is dan het meer inzicht hebben in het impulsief gedrag? Want hoe weet ik dan waar ik naartoe moet werken met mevrouw, zeg maar? In dit geval gaan we dat pas beschrijven op interventieniveau. En daar zal dan een actievlak als coping staan. En misschien ook uitleg geven over dat zij een waarnemingsstoornis heeft die agressief op het gebied van ruimtelijke ordening. En dat moeten we haar steeds vertellen. Waardoor zij misschien toch voorzichtiger zich gaat bewegen in de kamer. Met behulp. Ik zie in de chat dat ik dat daar terug zie in het zorgplan. Dus ik wacht af. Precies, dat komt op interventieniveau, ja. Oké, nou hier ook weer bepalen we dus het bereik. En in dit geval is het individu, is denk ik de juiste keuze. Het betreft, het cognitief onvermogen, betreft hier echt de cliënt. Het vervolg, nou wij vonden dit ook inderdaad een gebied waarvan we zeiden, dit is belangrijk om op te nemen in het zorgplan. En ook hier weer een korte toelichting geschreven. Door op oké te drukken is hiermee het gebied beoordeeld. En dan is misschien wel even aardig om nog eens een aandachtsgebied te kiezen die door de groep is gegeven. Ja. En ik hoorde in ieder geval rouw en bijvoorbeeld rolverandering. Rolverandering, ja. En rouw is misschien dan een goede, want over de rolverandering hebben we niet heel veel... Ja, rolverandering is trouwens ook wel haar baan en haar, haar lerares zijn. Zelf denkt ze dat ze zo weer voor de klas staat. Ja. Dus één van beide. Rolverandering, rouw. Toevallig rouw. En misschien is het wel even aardig om... is degene die dat toen noemde, het gebied rouw... zou diegene eventjes zich willen melden en even aan zou willen geven van... Hey, herken je dan inderdaad zaken uit deze signalen die in beeld zijn? Ik weet zo even niet meer wie het... Marion die reageert wel in de chat. Baan en docent zijn. Ja. Hun toekomst, die hadden ze anders bedacht, toch? Ze is 61 jaar. Ja. Dus dat is al een antwoord. En ik geloof ook, Hermine of Rebecca, dat jullie iets over rouw hadden? Wilma. Dus als iemand er nog iets over wil toevoegen, mag dat? Romee zegt, gaat mevrouw überhaupt nog wel aan het werk? Ja. Klopt, dat is de grote vraag. Zoals het er nu uitziet, niet. Dan moet ze al wel heel erg nog gaan herstellen. Ja. Alhoewel we nog maar in 4 weken na die tijd natuurlijk zitten. Dus we zouden bij rouw kunnen gaan vullen. Okay. Maar wij hadden bij het rouwgroepje, hadden we, ze kan niet meer naar werk toe. Rolverandering natuurlijk. De man is wel ouder van huis. Hij heeft sociale contacten. Ze verliest haar hele sociale leven. Ze is schooljuf. En dat was toch wel het grootste stukje rouw waarvan wij dachten van nou hier moeten we wat mee. Omdat ze graag weer naar school wil. Dus er is een behoorlijk verlies. Ja, duidelijk. Dus voor jou is het een actueel aandachtsgebied. Ja. En dan kiezen we inderdaad... Mooi, en Hanneke zegt, wij denken aan potentieel, want ze heeft nu echt nog geen inzicht. Ze denkt nog steeds dat ze aan de slag gaat. Ja. Toch denk ik wel dat je die gesprekken ook steeds als zij dat soort dingen op het gaat voeren. Maar beide keuzes zijn in feite goed. Hè? Je kunt hier zeggen, ze is nog niet helemaal diep in de depressie. Ze heeft het zelf nog niet goed door. De casus vermeldt het in die zin ook gewoon niet. Dus ik zou nu zeggen, laten we hem actueel maken. En je kunt daar ook mooi eens een keer met een cliëntbespreking over hebben. Dit zijn van die casussen van mensen die vaak ook lang in zorg zijn. Ja, ga maar vullen, Nicole, zou ik zeggen.
Nou, ook hier kunnen we ons weer een beetje laten helpen. Ja, waar denken we dan nu aan? Best een lastige deze. Inderdaad, omdat je misschien nog niet helemaal helder hebt. Is dit nu al aan de orde of is het toch een potentieel gebied? Ik snap de twijfel wel eventjes. Nou, hier gaat het vullen natuurlijk eender als bij de andere gebieden. Wat kiezen we hier? Hoe erg vinden we dit op dit moment? Het is misschien nog niet overduidelijk. Dus dat zou kunnen duiden op een 3 of een 4. Waarbij ik zelf dan altijd neiging heb om maar wat aan de voorzichtige kant te gaan zitten. Dus in dit geval zou ik misschien kiezen voor een 3. Waarbij we kunnen kijken of er nog iets winst te halen is. Ja, qua kennis. En dan kom je inderdaad op een snijvlak van in hoeverre heeft zij zelf kennis over wat er nu aan de hand is. En, ik denk het niet. Ik denk het eigenlijk ook niet. Dus daar zou je eigenlijk veel lager gaan scoren. En ja, laten we toch maar eens heel even kijken. Is dat dan een 1 of is dat een 2? Misschien is het wel zelfs een 1, Margot. Hè? Zich nog niet bewust van een normaal rouwproces, omdat ze daar eigenlijk nog helemaal niet in zit. Zij ziet het nog niet. Zij ziet nog niet het verlies van eigenlijk haar normale leven. Ja, ja. En ja, wat is dan je doelscore? Ik ben dan toch geneigd om met hele kleine stapjes te willen werken, zeker op zo'n aandachtsgebied. En misschien moeten we eerst maar eens van een 1 naar een 2 komen. En ja, dan laten staan we weer verder. En ik weet niet hoe jullie dat thuis doen of gewend zijn vanuit je professie. Ik vond het vroeger wel mooi om ook... je moest natuurlijk ook een handtekening vragen van de zorgplan, maar om dat ook te bespreken. Gewoon eerlijk, de dingen die je ziet en waarvan je zegt, het lijkt me belangrijk dat we daar aandacht aan besteden. Dus een cliënt meenemen in deze scores, dat is wel een uitdaging. Want dit is natuurlijk best wel ook... Zeker. Hoezo denk je dat ik nooit meer voor de klas kom dan? Wat is dat nu voor... Nee hoor, dat heb je echt mis, Nicole. Ja, precies. Nou ja, goed. Ja, belangrijke zaken zeker om met de cliënt te bespreken. Maar in dit geval natuurlijk ook met de mantelzorger daarbij. Ook qua gedrag zou ik zelf kiezen voor een huidige score 1. Met een doelscore 2. En wanneer ga je zo'n gebied dan evalueren? Hè? Want misschien is het over een maand echt nog niet anders. Welke termijn zou je dan kiezen om dat opnieuw bespreekbaar te maken? Dit zijn ook misschien geen onderwerpen waar je het elke week over wil hebben. Dus afhankelijk van de situatie. 3 maanden, zegt Anita. Oké. Nou, dankjewel, Anita. Lijkt me een prima suggestie. Ja. En dan het bereik. Kom maar door. Ik ben benieuwd. Wat voor bereik heb je nou in dit geval... bij zo'n gebied rouw. Ja, is dat het individu? Is het op de leeftijd? Kunnen we ze allebei aanklikken? Ja, nee, dat kan helaas niet. Het bereik, daar mag je maar 1 keuze maken. Heel veel mensen zeggen hier leeftijd. Mm-hmm. Ja, nou, ik denk dat dat inderdaad ook zo is. Want zij verliest niet alleen heel veel, maar hij ook. Dus je betrekt ze er samen bij. Ja. Ook in de gesprekken misschien wel die je hierover gaat hebben. Ja. Heb je meneer ook hard bij nodig? Ja, zeker. Dan heeft hij ook hulp nodig misschien wel. Ja. Ja. Goeie keus, dames. En heer? Ja, ik denk dat dit een inkoppertje is. We zouden hem denk ik allemaal opnemen in het zorg. Ja. Okay. Misschien gezien de tijd is het ook goed dat we bijvoorbeeld die interventie van cognitie eens even nader uit gaan werken. Echt in het zorgplan. Want wat jullie nu zien is nog steeds het assessment onderdeel, waarin je een eerste aanzet geeft om gebieden te selecteren. En de oorzaak daarbij te zetten in de toelichting. Ja. Maar zo is het zorgplan gaan. Ja, lijkt me prima. Dat is dit volgende tabblad. En hier zien we dat er al meerdere onderwerpen genoemd zijn. Cognitie, mantelzorg, neuromusculaire skeletfunctie, persoonlijke zorg en inmiddels ook rouw. Het blauw gekleurde... aandachtsgebied wordt ook op deze pagina verder uitgewerkt. Dus we hebben hier cognitie voor staan. En hier zie je eigenlijk hetgeen wat je net in het assessment ook al had aangegeven. Dus het verminderd beoordelingsvermogen en de impulsiviteit
waarbij het bereik het individu is, de typering is actueel en in de toelichting is al genoemd door 7 jaar beperking en ziekteinzicht, beoordelingsvermogen en communicatie. Ook de scores worden daarbij getoond. En hieronderin hebben wij eigenlijk al 2 acties toegevoegd. En misschien kunnen dat er nog meer worden. Ja. Maar dan dus, gaat het specifiek over die cognitie. Ja, ja. Zeker. Dus voor de kenners van dit programma, die kennen het beeld wel van de gekleurde blokjes. Dit is een actie van het actietype advies, instructie en begeleiding. Het actievlak signalen, symptomen, mentaal en emotioneel. Waarbij in ieder geval een stukje advies, instructie en begeleiding wordt gegeven rondom de beperking in communicatie en het verminderd ziekteinzicht. Daaronder staat een actie van het type monitoren en bewaken, waarbij de gedragsverandering met name in de gaten gehouden zou moeten worden. En hier wordt hij ook nog een keer genoemd in de werkinstructie. Maar nogmaals, ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar aanvullingen. Dus op het aandachtsgebied cognitie, wat zouden hier nou nog meer passende acties, interventies zijn? En typ het maar gerust met een paar woorden in de chat. Ja. Dat is denk ik het handigst. Dan gaan wij hem toevoegen. Zien jullie hier bijvoorbeeld nog iets voor een case management interventie? Een andere discipline? Nou, case management samenwerken met huisarts. Een andere discipline, zegt Hermien. Mm-hmm. Ja. Dus die zou dus wel leuk om even aan te maken. Nou, we kunnen dus extra acties toevoegen. En het aardige is dat er ook al een aantal suggesties worden gedaan van logische en veelgebruikte acties. Hier zien we er zelfs 3 staan op het vlak van case management. En daarbij zouden we mogelijk inderdaad kunnen kiezen voor de bovenste, samenwerking met een verwijzen naar of het inschakelen van een therapeut. Ik kies even de bovenste, want het is eigenlijk een stukje continuïteit van zorgen. Je hebt gewoon, je onderhoudt contact met die huisarts. Dus die kies ik in dit geval. Ja, en dan kunnen we hem op maat maken. Kunnen we hem hier op maat maken. Waarbij we inderdaad zeggen coördinatie tussen zorgaanbieders. En dan kun je heel specifiek de zorgaanbieders noemen waar je contact mee gaat leggen. Anneke zegt, ik zou in deze casus minder focussen op zenden en meer op luisteren. Dat is denk ik een hele goede. Ja, mooi. Dat kunnen we straks ook in de werkinstructie nog heel duidelijk woorden geven. Dus dank je wel voor die aanvulling. Ja, Nicole maakt het nu in de werkinstructie heel op maat. Ja, dus dat is ook handig dat je dat uiteindelijk straks in je dagelijkse zorgmoment terug kunt vinden. Zo ziet het er nu uit. We zouden hier ook nog kunnen zetten bij die monitoren en bewaken. Of juist bij advies, instructie en begeleiding, wat net ook gezegd werd. Die interventie nog aanpassen door te zeggen ook goed luisteren. En in gesprek gaan met mevrouw hoe zij zelf haar ziek zijn ervaart. En dan kun je in de werkinstructie woorden aangeven. Heel goed deze aanvulling. Ja. We zitten nog steeds nu in het gebied cognitie, waarbij we dus de signalen hadden van impulsiviteit en verminderd ziekteinzicht. Ik denk ook dat het straks nog goed is dat we even naar neuromusculaire skeletfunctie gaan, want daar staat ook dat neglect echt heel erg beschreven. Dus die gaan we ook nog even doen. Hoe laat is het? 11:45. Ja, dat kan nog even. Uiteindelijk willen we jullie straks dan even zien, als je in een zorgmoment bent, welke interventies je dan inmiddels onder elkaar hebt staan. Dus daar willen we ook nog even toe komen. Neuromusculair, misschien zou je die aan kunnen klikken. Dat doen we. Daar hebben we ook al wat voor ingevuld. En dan zie je hier in de toelichting al dat je zegt, was nou de benzine op in de auto of wat was er nou aan de hand? Ja,
Ja, en hier staan inderdaad ook al twee acties klaar op het vlak van advies, instructie en begeleiding. Dus inderdaad informatie geven over het ziektebeeld, over de symptomen, wat Margot dus ook al duidelijk aangaf. Het is belangrijk dat zij keer op keer ook te horen krijgt van u kunt daar niks aan doen, maar dit is wat er aan de hand is. En hier heeft u mee, hier kampt u mee. Dus daar ook steeds informatie over geven. Ik denk dat dat een hele belangrijke is en dat is echt begeleiden eigenlijk. Begeleiden bij het ziektebeeld. Ja, en als je dan hebt over neglect, dus dat zit hem dan echt in de behandeling. Wat bijvoorbeeld net genoemd werd van die aangedane zijde, zullen we daar ook een interventie op schrijven? Ja, lijkt me goed. Ja. Ja, Gertie zegt toevoegen als actie, monitoren, veranderen, verbeteren. Maar het klopt, we gaan ook nog meer acties toevoegen. Zullen we eerst even starten met het toevoegen van de actie met betrekking tot de persoonlijke hygiëne bijvoorbeeld? Ja, die staat ook trouwens onder persoonlijke zorg al beschreven. Hè? Ja. Dus daar zouden we ook, dat is altijd de keuze die je maakt. Wil je dat apart noemen of zet je dat onder de hoofdoorzaak? Nou, dat is ook aan jullie zelf. Voor nu hadden wij die gesplitst, omdat je dan ook beter kunt scoren. Maar dan kiezen we in dit geval een behandelactie op. Ja, ik zou er eentje maken. Behandelen. Ja. Ja. En dan laten we hier persoonlijke zorg maar even noemen, even doen. Dat is mooi. Persoonlijke hygiëne. Ja. En dan werd heel duidelijk gezegd, het is van belang dat we beseffen dat mevrouw maar de helft van haar zicht heeft. Dat ze ook uitval heeft aan de linkerkant. Dus het is, zij moet oefenen, trainen voor de spiegel. Je moet haar aan de aangedane kant behandelen of benaderen. En het is wel van belang dat we doorhebben dat ze daar überhaupt ons nog wel ziet. Hè? Dus dat is ook weer monitoren, bewaken. Ja, dus Nicole gaat typen. Ja. Van de aangedane kant, dus dat is links. Houd er rekening mee. Op deze manier bouw je het zorgplan steeds verder uit. En dat is mooi, omdat het begonnen is bij wat is mijn probleem? Dat heb je beschreven. Wat wil ik bereiken? En hier geef je woorden aan. Rieke zegt actievlak mobiliteit transfers zou hier ook mooi zijn. Dat klopt, zeker hoor. Ja. Ja. Nou, ik vul hem zomaar eventjes in. Ja, inderdaad. We hebben nu gekozen even voor persoonlijke hygiëne. Maar daarin ben je dus ook vrij hè, om die acties samen te stellen waarvan jij denkt dat het passend is. Ja, Annemarie zegt, ik vind het lastig evalueren als je veel verschillende doelen en verpleegproblemen onder één gebied hebt. Ja, dat klopt ook Annemarie. Daarom zou je ook kunnen kijken, in dit geval is persoonlijke zorg en haar dingen weer trainen, aanleren. Zou je ook heel goed kunnen kiezen om daar persoonlijke hygiëne voor te kiezen. Echt als aandachtsgebied. Ja. 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 Oké. Zomaar even wat voorbeelden om te noemen hoe we daar dan verder mee omgaan. Dan gaan we nu even naar het hele zorgplan wat we tot nu toe geschreven hebben. En we beseffen dat we nog helemaal niet volledig zijn. Normaal is dit een dag met een lunch tot 3 uur en zijn jullie allemaal hier gezellig bij ons. Dus nu online is het veel te lang en te veel. Dus we gaan nu even naar het zorgmoment. Naar het zorgmoment, ja. Oké. Want dit is in feite je dagelijkse werksituatie, waarin je inderdaad kijkt bij het zorgmoment van welke acties moeten er zoal uitgevoerd worden. En dan hebben we hem inderdaad hier nog even onder één tapje staan, maar al die acties die zouden ook onderverdeeld kunnen worden in een ochtend, een middag en een avond moment. Ja, misschien is dat nog wel leuk om even dingen onder de ochtend in een goede volgorde te slepen. Ja. Dus dat je echt een mooi overzicht hebt van de zorg die je wilt gaan geven. We hebben inderdaad hier een aantal acties dus nu beschreven. Op dit moment zijn er 7 acties die ingepland kunnen worden in een van de aangegeven momenten. Dus dan starten we maar eens even in de ochtend. Welke acties zouden wij in de ochtend toevoegen? Nou, in ieder geval het punt met betrekking tot de persoonlijke hygiëne.
advies rondom mobiliteit en transfers. En ja, ik denk ook dat het gewoon goed is om steeds te monitoren hoe het met de gedragsverandering gesteld is. Nou, dan hebben we 3 acties in de ochtend. Voor het middagmoment voegen we ook nog wat acties toe. En dat is inderdaad het kijken naar de signalen, symptomen, mentaal en fysiek. Ik plaats er zo eventjes wat acties in. We hebben er nog 2 over die gepland moeten worden. En dat is in ieder geval deze. Denk ik eventjes wat acties ingepland. En als we dus inderdaad nu kijken naar het zorgmoment. En ik zou een nieuw zorgmoment aanmaken. En ik werk in de ochtend. Dan zie ik hier eigenlijk exact staan. Oké, wat wordt er van mij verwacht als we zorg verlenen bij mevrouw Termors? Hoe duidelijker je eigenlijk deze acties of interventies omschrijft, hoe beter jij en je collega's ermee aan de slag kunnen. En ja, wij gaan altijd uit van het rapporteren tenzij, zal ik maar zeggen. Hè? Dus niet rapporteren als het niet nodig is. Dus als je de acties hebt uitgevoerd zoals het ook de bedoeling was en er is verder niks te vermelden, dan is het aanvinken van de actie voldoende. Heb je er toch iets over te vertellen, dan kun je dat natuurlijk altijd kwijt in de rapportageregel eronder. Ja, dus dan hebben we het al wel heel specifiek over hoe het EVD werkt. Wat hier voorliggend is, dus is dat je uiteindelijk door interassessment en door alle kennis die je hebt opgehaald, overal vandaan, alles wat je gezien hebt, gebieden hebt gekozen, heel specifiek in het zorgplan de interventies hebt beschreven. En dit is nog geen volledig plan, dat laat de tijd niet toe. En vervolgens het plant in zorgmomenten, waardoor iedereen die bij een mevrouw komt, kan zien wat ze doen moet, een rapportage kan doen, een instrument ook nog kan vullen, dat zien jullie hier ook. Angelique zegt, dan kun je het bij zowel ochtend als avond zetten, dat klopt. Sommige interventies verdeel je over de dag en komen steeds terug. Sommige zijn heel specifiek voor de avond, dan beschrijf je ze anders. Wat ik jullie ook nog wil laten zien, is eigenlijk de voorbeeldzorgplannen van het OMA-system, ja, die we in PUUR hebben verwerkt. Iedere OMA-system-gebruiker heeft die voorbeeldzorgplannen tot zijn beschikking. Sommige mensen hebben dat op papier. Bij sommige organisaties zit het in de software, bij ons zit het in de software. En dan is dat wel heel leuk om eens even, voordat je alleen al op intake gaat, om zo'n voorbeeldzorgplan over 7 jaar door te lezen. Ja, en inderdaad, we hebben hier een paarse knop met bijvoorbeeld zorgplannen. En als we dan kijken naar het gegeven CVA en we klikken daar op de groene knop acties, dan krijg je eigenlijk een hele lijst te zien met alle gebieden waarop je zorg of interventies in zou kunnen zetten. En dat kun je eigenlijk ook heel mooi gebruiken, inderdaad wat Margot zei, als je al op intake gaat, hè, van hey, heb ik alles in beeld en vergeet ik geen zaken. Dus je kunt hem uiteindelijk gebruiken als je het plan echt gaat maken, maar je kunt hem ook heel mooi meenemen. Als je het gesprek aangaat. Ja, en het mooie van die voorbeeldzorgplannen is dat ze aan de hand van landelijke standaarden en richtlijnen zijn geschreven. Dus gewoon de richtlijn voor CVA. Dat de OMA-stichting met experts heeft omgezet in OMA-taal. En je kunt, als je een gebied in het assessment hebt opgenomen, rechtstreeks interventies in je plan klikken. Maar dat is een voordeel. Maar het grootste voordeel vind ik wel, je werkt als generalistische wijkzorgteams. Je kunt niet altijd van alles je kennis up-to-date hebben. Als je lang iemand niet hebt gehad met een CVA, dan is het fijn om dat eens door te kunnen lezen. Ja. Zo geldt ook bijvoorbeeld ALS is een plan. Nou, er zijn 20 plannen inmiddels, die heeft de OMA-stichting. Dus op deze manier is dat, denk ik dat ze wel veel gebruikt worden. Ja, ja, ze zijn hier nog één keertje in beeld. Dit zijn op dit moment alle zorgplannen die wij nu hebben. Waarbij we ook echt in de actualiteit
proberen aan te sluiten. Dus ook bijvoorbeeld revalidatie naar COVID-19 is er eentje die we eigenlijk versneld hebben vrijgegeven en ook hebben geautomatiseerd. Dus dat even terzijde, maar het zit er gewoon in, dus ja, maak er gebruik van. Ja. Het kan heel erg helpen. Ja. Mariette heeft een vraag. Ik vind het altijd een uitdaging om zorgplannen overzichtelijk te houden en niet te groot te maken. Hebben jullie daar tips voor? Ja, nou, ik vind, ik snap dat heel goed. Ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is, dat je het overzicht houdt, omdat... anders wordt een plan ook gewoon niet meer goed gelezen. En ja, kan je er ook niet zo heel veel meer mee in mijn optiek. Dus dan kom je eigenlijk weer een beetje op de vraag van... is het nou verstandig om interventies bijvoorbeeld te clusteren? En dan ook te clusteren onder bijvoorbeeld een of meerdere hoofdgebieden. Zoals in dit geval neuromusculaire skeletfunctie. Daar zou je best interventies onder kunnen plaatsen met het oog op persoonlijke zorg bijvoorbeeld. Maar zeg ik altijd, als je wilt blijven volgen hoe de ontwikkeling bijvoorbeeld is op het gebied van persoonlijke zorg, dus je wilt dat ook echt kunnen blijven meten, dan ben ik wel echt van mening dat je hem beter apart kunt plaatsen in het zorgplan. Dus zoals hier op dit moment ook in beeld is, neuromusculaire skeletfunctie staat erin, maar ook persoonlijke zorg staat erin. Zeker bij mevrouw Ter Mors, waar we verwachten dat er echt nog wel wat verbetering zal optreden. Het is een redelijk vers CVA, dus we weten eigenlijk nog niet hoe de zaken zich verder ontwikkelen. Op het moment dat je zegt, nou, hier is echt geen enkele verbetering meer te behalen, of dit zal niet meer veranderen, en je plan dreigt te groot te worden, dan kan je overwegen om hem onder te brengen bij neuromusculaire skeletfunctie. Maar ja, gewoon ook laten zien wat je aan het doen bent, is denk ik toch belangrijker. En ook, soms zie je ook dubbelingen. Daar hebben mensen en geestelijke gezondheid geselecteerd en bijvoorbeeld cognitie. Ja. En dan bedoelen ze een van beide. Kijk dan echt naar de signalen, waar wil je het onder zetten? En ik denk, waar net zaten we in het tabblad zorgmomenten, als je het goed onderverdeelt in die tapjes, hè, de voorsortering is ochtend, middag, avond, overig, maar kan ook zijn ochtend, middag, pb'er, of als je alleen op woensdag gaat douchen, dat je zegt woensdag, want het is een heel andere beschrijving. Zo kun je ook meer ordenen. Ik heb nog een paar chatvragen voor jou, Nicole. Prima. Iemand zegt, dit is heel erg op de wijkzorg gericht. Hebben jullie ook een... woonzorg-event misschien binnenkort? Ja, nou, ik vind het een hele goede vraag. Ik ben daar helemaal voor in. Ik denk ook dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt in welke setting je werkt. Ik breek heel eventjes in, want binnen de woonzorg maken we dus geen gebruik van het OMARI-systeem, wat je in de wijkzorg wel hebt. Dus dat is... Dus ik herken OMARI vanuit de thuiszorg, maar daar gaan wij in het nieuwe puur niet mee werken. Nee, nou, Margot zei het ook al even, dat gaat met name ook om het ordenen. Als je het hebt over het klinisch redeneren en kijken van, hey, wat is er precies aan de hand? Dat doe je ook wel in de woonzorgsetting. Alleen daar wordt het werken niet dusdanig ondersteund door het OMH-system, zoals we dat in de wijkzorg kennen. Nee. En het is meer gericht op welzijn, denk ik, in de woonzorg. Maar het is voor ons wel een leuke uitdaging om daar eens over na te denken. Het is een combinatie van welzijn en gezondheidszorg. Maar het is echt op een hele andere manier klinisch redeneren, omdat je in de ouderenzorg zijn al de 10 meest voorkomende risicogebieden aangemaakt, zeg maar. Maar het is op een hele andere manier je zorgplan opstellen als via deze manier. Ja. Via het OMARI worden heel veel dingen al voorgezet, zeg maar. En dat is bij de woonzorg niet. Dus ik zou heel graag willen, of dat daar ook een e-learning of workshop komt rondom het klinisch redeneren en het methodische werken, zeg maar. Goed. Ja. Jola, die nemen we echt mee, want we doen met regelmaat dit soort kennissessies. Dus het zou zomaar kunnen dat je binnenkort daar bericht van krijgt. Ja. Dat er een webinar voor komt. Ja, ik ga nog even aanmelden. Super, dankjewel. Ja, prima. Kan hier niet iets voor ontwikkeld worden dat er onder een gebied op verschillende doelen geëvalueerd wordt? Ja, Annemarie, dat is inderdaad, hebben we die vraag ook wel vaker gekregen.
eigenlijk is het OMA-systeem zo opgebouwd dat je per gebied een score geeft. Maar soms staan er verschillende doelen op cognitie. Dat maakt dat jij zelf iets creatiever moet zijn met evaluaties en dat je dat dan ook gewoon in je rapportage moet vullen. Want we kunnen niet zeggen, we doen bijvoorbeeld het het cognitiegebied gaan we weer onderverdelen in 4 scores. Dat zou ook eigenlijk een heel onduidelijk systeem uiteindelijk worden. Dus dat zit hem ook in woorden en taal die je daaraan geeft. En misschien wel aan verschillende interventies die je dan beschrijft. Dus dat is de beperking van het OMA-systeem, maar die daarnaast ook alweer heel veel vrijheden geeft. Ik kijk op de klok. Ja, het is 12 uur. Het is al 12 uur en we beseffen echt dat we maar een stukje hebben aangetipt. Ik hoop dat jullie het ook in de groepjes, het grotere geheel van klinisch redeneren, met elkaar hebben kunnen delen. We beseffen ook dat we technisch gezien nog wel sommige dingen misschien nog handiger hadden gekund. Dus excuses daarvoor dat toch even wat ruis op de lijn heeft gegeven. Is voor ons ook een heel goed leermoment. We proberen dat mee te nemen en het volgende keer absoluut beter te doen. Dus nog heel even voor de duidelijkheid. We hadden een maximum van 100. Dat betekent dus dat er zeer zeker een tweede sessie georganiseerd zal worden, waarin we eigenlijk dezelfde webinar gaan geven, maar dan voor de mensen die helaas niet hebben kunnen meedoen. Die worden zelf aangeschreven. En we gaan de tip van Jola zeker meenemen. Dus we zullen ook voor andere zorgsettings aandacht hebben voor het klinisch redeneren. Niet alleen voor de woonzorg, maar misschien zelfs ook wel in de gehandicapte sector. Daar gaan we in januari al. Daar is een webinar voor gepland. Dat klopt. Heel leuk. Ja, ik heb nog even mijn presentatie ervoor gezet. Want jullie zien hier onder onze namen en mailadressen. Dus als er nou dingen zijn waarvan je zegt, nou die wil ik jullie toch echt meegeven als tip. Of dit heb ik nog als vraag. Of hier was ik het gloeiend mee oneens en dat moet van mijn hart. Schroom niet, mail ons gerust. We gaan altijd antwoorden, misschien niet vandaag acuut, maar zeer binnenkort. Zeer binnenkort. Dus ja, rest ons misschien wel om te gaan zwaaien en jullie heel erg te bedanken voor jullie aanwezigheid. En we hopen dat jullie er wat aan gehad hebben. Ja, zeker. Bedankt voor vandaag en heel graag tot de volgende keer. Tot ziens.